De dichtstbijzijnde ster doet er 4 jaar over om het licht hierheen te sturen. Als je vraagt, is de koffie klaar? Dan krijg je over 8 jaar antwoord van mensen die daar zitten. Die zitten er niet, maar bij wijze van spreken. Die sterrenhemel, als je er eenmaal helemaal in duikt, dan is dat zo fascinerend. En je bent als mens zo onbelangrijk in het geheel. We zijn met een man of 40. Dat varieert van studenten tot mensen die vroeger sterrenkunde gestudeerd hebben. En die er dus veel meer van af weten dan ik ooit zal weten. Maar de hele ambiance vind ik leuk en het uitleggen vind ik leuk. Ik ben Jan Cuperus. Ik werk al een jaar of 6, 7 hier op Museum Sterrenwacht Zonneborg. Samen met vele andere vrijwilligers.